De toekomst van zwemvijver Boekenberg in Deurne is opnieuw onzeker. De vrouw die eerder al naar de Raad van State stapte om de vergunning van het zwembad te schorsen, is opnieuw een procedure begonnen tegen de ecologische zwemvijver. Ze heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Tot de rechter een oordeel velt, kunnen de ijsberen nog wel blijven zwemmen in Boekenberg. Eerder dit jaar oordeelde de Raad van State al in het voordeel van een klagende buurtbewoonster en schorste ze de milieuvergunning van zwemvijver Boekenberg in het gelijknamige Deurnense park. Begin juli, na het doorlopen van enkele procedures, kon de vijver dan toch opnieuw in gebruik worden genomen. Maar dat is duidelijk niet naar de wens van die ene buurtbewoonster. Zij is nu opnieuw een juridische procedure gestart tegen de zwemvijver. Het is zo dat onder het nieuwe decreet mensen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen stappen. Na de Raad van State stapt de vrouw nu dus ook naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze werd na haar eerste klachten al ontvangen op het kabinet van sportschepen Ludo van Kampenhout, maar tot een vergelijk kwam het niet. Ik heb gezegd dat de stad alles wil doen om de objectieve hinder die de mevrouw zou hebben om dat op te lossen. En voor de rest, ja, zoals ik zei, de mensen kunnen alle wettelijke, alle rechtsmiddelen uitputten wanneer ze dat wensen. Als de auditeur de raad volgt en oordeelt in het voordeel van de klaagster, moet openluchtzwembad Boekenberg opnieuw de deuren sluiten. Maar de stad Antwerpen maakt zich weinig zorgen. Ik ga me niet uitspreken over de persoon in kwestie. Iedereen heeft het recht om alle rechtsmiddelen uit te putten. Maar het dossier is echt wel zeer accuraat nagekeken. Het is op een wettelijke manier vergund, dus we maken ons daar geen zorgen. Nu zondag houden de ijsberen van Deurne hun jaarlijkse winterduik in de zwemvijver. Die duik, in het gezelschap van de enige echte Sinterklaas, kan vooralsnog doorgaan als gepland.